vrachtwagens. Men zegt of beweert dat er geen draagvlak zou zijn binnen de transportsector. Het draagvlak is nochtans groter dan men graag voorhoudt. De transportsector is echt wel genuanceerd. Ze verwachten van deze maatregel op termijn ook duidelijke baten. En naar aanleiding van het vorige debat na de principesbeslissing van de minister-presidenten verklaarden VOCA, FEBIAC, FEBETRA, FEDIS evenwel, en dat is er al gezegd, dat het effect van een vlotter verkeer enkel ten volle zal worden bereikt door een slimme heffing in te voeren voor alle weggebruikers, dus ook voor personenvervoer. En Unizo en Touring sluiten zich daar nu ook bij aan. Om een slimme kilometerheffing voor personenwagens door te voeren, vragen wij echter, conform het regeerakkoord, eerst een proefproject. 6 miljoen personenwagens van een systeem gaan voorzien met satellietverbinding is geen lachertje. En ook de sociale effecten zijn nog onvoldoende bekend. Tijdens het vorige debat hebben we al benadrukt dat dit pilootproject niet van tafel mocht worden geveegd. Het is spijtig genoeg wat laat om nog op de kar te springen van het Leuvense proefproject dat kortelings start. Maar dat nu in het politiek akkoord sprake is van een pilootproject voor de genzone en er dus over de 3 gewesten kan worden getest, is eigenlijk nog beter. Ondertussen... Kijk, dames en heren, als ik even mag, als u fractieoverleg wilt houden voor de zoveelste keer, meneer Verfaillie, dan kunt u dat in het koffiehuis doen, maar ik vind toch de elementaire beleefdheid dat u zelfs naar uw eigen fractiegenoot luistert. Waar zit ik? Ondertussen krijgen we dus voor personenwagens het vignet dat althans voor de Belgen een belangrijke groene component zal bevatten. Wij dringen er wel op aan om bestaande vrijstellingen voor bijvoorbeeld personen met een handicap zoveel mogelijk te handhaven.